Nee, Jordi. Jordi, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke goed. Ja, leuk. Dus de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen hier in het programma is vanwege de mooie single Gek Genoeg. Hoe is deze single tot stand gekomen? Nou, wij zijn bij Roy Otters in de studio zijn we geweest. We zijn er aan tafel gaan zitten en we zijn gaan schrijven. En ja, zo niets binnen, binnen 3 uur tijd kwam de single uit. Ja. Gek genoeg. Ja, was in één keer zo in één keer. Binnen 3 uur was hij geschreven. Ja. Er komt een mooie foto bij. Je staat er lekker zo'n pilsje te tappelen. Ja, klopt. Het is allemaal opgenomen in Café de Woonboot, de kroeg van Sterwekkel. Ja. Dus ja, en echt super tof. Ik ben echt super blij met het nummer. Ja. Hoe ben je daar dan terecht gekomen in dat café? Nou ja, ik kan heel goed met Stef en zijn zus, die runt nou die kroeg. Ja. Yeah. En dus ik heb haar een appje gestuurd om te vragen dat ik daar de clip mag gaan opnemen. Ja. Yeah. En ja, dus en dat mocht allemaal. Dus ja, zo is het allemaal tot stand gekomen. Ja, yeah. Want jij bent ook een kampenaar. Jij komt kampen en Stef komt ook al uit de BR uit de buurt, hè? Klopt. Yeah. Stef die woont ook gewoon in kampen, ja. Dus ja, dus ik ken hem privé goed, dus... Yeah. Ik lees in een begeleidend schrijven, jouw grootste droom is nog eens een keer om voor een vol Ahoy of een vol Gelredome te mogen optreden. Dat klopt. Dat is al jaren mijn droom. Ik ben begonnen met zingen 6 à 7 jaar. Toen leerde ik Stef ook kennen en lekker met de muziek mee gaan zingen en alles. Dus ja, dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Ja. En en lekker ermee doorgegaan en en tot nu toe nog. Dus ja, dus mijn eerste single is nu echt uit. Ik roep al jaren van ik wil een keer wat uitbrengen. En ik roep het jaren en denk ik van nou zet ik gewoon de stap eens. Ja. En het gaat hartstikke goed. Hoe zijn de reacties geweest tot het uitbrengen van deze eerste debuutsingle? Heel fantastisch. Echt de reacties, echt fantastisch. Echt leuk nummer, Jordi. Ga zo door en ja... En ook die videoclip, hij is 23 april is hij uitgekomen. Ja. En in dat weekend is hij gewoon dik 7000 keer bekeken. Ja. Dus ja, in een weekend tijd vond ik aardig knap. Dus ja, hij gaat als een speer en de reacties zijn hartstikke goed. Ja. Dan mag je niet mopperen als je debuutsingel en dan al zoveel keer bekeken wordt in een weekend tijd. Ja, klopt. Ik was best wel zenuwachtig, want hij kwam om 3 uur uit 's middags. En dus ik heb voor de televisie gezeten met een biertje erbij en en het was best even zenuwachtig, omdat het toch je eerste is. Ja. En toen hij uit was, de mensen die deden allemaal privéberichtjes. Ik heb mijn telefoon even op tafel neergelegd, want er kwam zoveel berichtjes binnen. En gelijk kwamen ook de interviews allemaal binnen. Nu deze single, gek genoeg, eventjes voor de luisteraars die de single niet helemaal goed kennen, Jordi. Vertel een klein stukje van de tekst, waar gaat het nummer over? Doe maar gewoon. Ja, dat doe je al gek genoeg eigenlijk. Ja. Ik zie niet echt een boodschap aan. Ja. Ja, ik zou zeggen, draai hem lekker en ja... En de mensen die leren vanzelf de tekst kennen. Ja. Wordt er nou toch wel een beetje stiekem nagedacht aan opvolgen van deze dingen? Of zeggen, is dat nog een beetje te vroeg? Nou, ik mag denk ik verklappen. De 20e gaan we weer de studio in voor een tweede nummer. Ja. En die wacht ik mee even mee uitbrengen. Dat gaan we echt richting de zomer gaan we die pas echt uitbrengen. Dus ik wil echt een zomerse single, Dus en meer zeg ik niet. Nee, dat moet je ook niet doen. Maar wij gaan meer horen van Jordi Plezier. Dat klopt helemaal. Ik ga gewoon lekker door. Even voor de luisteraars die meeluisteren, zij die meer willen weten over jou, waar kunnen ze meer informatie vinden? Ze kunnen op mijn website www.jordiplezier.nl. En gewoon op YouTube ben ik te vinden. Ik ben overal te vinden. Oké. We gaan lekker vandaag lekker uitrusten. Vandaag op deze zondag of niet?
Vandaag lekker rustig dagje. Vanmiddag eventjes naar mijn oma toe. Altijd de zondagse middagen. Altijd even bij een bezoekje aan oma doen. Ja. Yeah. En voor de rest, een rustige zondag. Heerlijk. Ik ga je al het beste toewensen. En ik vond het leuk je gesproken te hebben hier vanmorgen in de uitzending. Een mooie afsluiter van dit gesprek als je zelf de single aankondigt. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn eerste single. Gek genoeg. Ik wens je nog een fijne zondag en tot de volgende keer. Bedankt, hè. Groetjes. Dankjewel. Doei, doei. Groetjes. Hoi, hoi.